Het is de laatste tijd veel in het nieuws. De tuinsprikkers, oftewel mensen die aan huis tatoeëren. Wij gaan vragen wat de professionals ervan vinden hier bij Tattoo Tuig. Wij zijn Tattoo Tuig. Mijn naam is Kai en dit is Michel. En wij tatoeëren hier sinds kort in de Herenstraat in Middelburg. Wij doen echt alleen maar tatoeëren hier zo. Verschillende stijlen, het is maar net wat de klant wil. Ik denk de openheid en de eerlijkheid naar de klanten toe onderscheidt ook dat we gewoon de klant willen laten zien wat we doen, hoe we werken. De klanten goed informeren over de risico's die ook aan tatoeëren verbonden zijn. Dus op dat gebied willen wij ons onderscheiden. Het is ook de manier hoe ze het doen. En je hebt een hele hoop beunhazen, die zijn gewoon helemaal gek. En die verkrachten gewoon heel de huid, die maken het gewoon helemaal kapot. En dat is gewoon heel erg zonde. Je hebt echt de mensen die totaal niks van afweten, die maar beginnen. Die kopen een tattoo set en die starten. En je hebt ook een hoop, die zijn toch wel geïnteresseerd, die doen onderzoek. En die mensen moeten toch ook ergens beginnen. Op tattoo shops kunnen ze niet terecht. Dus dan moet je het ergens leren. En als je gewoon in een shop binnenstapt en zegt van, hey luister, ik wil tatoeëren. Dan weet ik van, 1 op de 1000 die heeft die geluk en die wordt opgeleid. Maar de rest moet het maar uitzoeken. De tip die wij meegeven als je hier voor het eerst komt is gewoon dat je er goed over hebt nagedacht wat je wilt. Dat is heel belangrijk. Als je twijfelt, bij twijfel gewoon niet doen.